In deze automaat vind je geen snoep en frisdrank, maar lokale producten zoals appels en spruitjes. Tijdens de eerste dag van de Dutch Food Week is de korte ketenautomaat officieel geopend op het Forum in Almere. Ja, we lanceren vandaag de allereerste korte ketenautomaat in Nederland. Dus hij is gevuld met producten van boeren hier uit de omgeving. En waar komen die producten vandaan? Van de boeren, zeg je? Zijn die dan opgehaald daar? Ja, boeren, producenten, makers, Almeerse Wilde bijvoorbeeld, maar ook bakkers. We hebben een rondje gereden hier in de omgeving om eigenlijk de producten te verzamelen en hier in de automaat te stoppen. Aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman de eer om als eerste iets uit de automaat te halen. Daarna konden ook Almeerders hun gang gaan. Waarom haalt u het dan uit de automaat en niet bijvoorbeeld in de supermarkt? Omdat ik het belangrijk vind dat het uit de korte keten komt. Dat het direct van de boer afkomt. Een paar weken geleden misschien nog op het land gestaan. Vers en een goede prijs. Dan weet je waar het vandaan komt en wat je eet. Goed. Ja, goed idee. Ja, dat is toch leuk voor gezond, denk ik. Voor mensen. In plaats van alleen maar milkshake zitten te drukken, kun je nu een appeltje pakken. Met de automaat proberen we echt de kloof tussen consumenten en producenten te dichten. Consumenten willen gemakkelijker lokaal eten zonder te veel gedoe. Maar ja, dan moet je toch naar de boerderijwinkel of toch grote afstanden. Met zo'n automaat op druk bezochte plekken gaan we dat eigenlijk, proberen we dat samen te brengen. Zodat het makkelijk wordt om lokaal te eten. Onze ambitie is door heel Nederland verschillende korte ketenautomaten neer te zetten. Maar nu hebben we echt een proef om 1 week in Almere het neer te zetten. Wat willen consumenten eigenlijk? Willen ze deze producten of toch weer anders? Dus we zijn echt aan het testen, gaan met consumenten in gesprek. Om te kijken hoe vullen we de perfecte automaat.